Eilandbewoners op Terschelling hebben zelf het initiatief genomen voor het onderhoud van Grieën, een bijzonder natuurgebied. Dit is een overgang van de Waddenzee naar de duinen toe. Dus je hebt heel veel soorten natuur hier. En dat maakt het ook zo mooi eigenlijk. Het gebied is eigendom van zo'n 80 eigenaren en heeft te lijden onder het zoute water van de Waddenzee, dat zo nu en dan het gebied instroomt. Nou, dat merk je wel, dat het in de winter gewoon onder water staat af en toe met een storm en springtij. En dat is op zich geen bezwaar als het water maar naar een dag of twee dagen weg kan stromen. En dat is nu een beetje het punt dat het water hier en daar blijft staan. En dan krijg je, zoals je hier ziet, zie je elzenstengels die doodgaan, omdat zout water er blijft staan. En daarom moet er zo snel mogelijk een goede en natuurlijke afwatering gegraven worden in het hele gebied. Nou, de samenwerking is heel belangrijk voor het gebied, omdat je als één persoon iets doet, dan lukt het niet. Je hebt hier wel 80 eigenaren hier en als een paar personen, je moet het samen doen. Dat die sloten, de zoute water moet kunnen wegstromen hier. Daarom hebben de grondeigenaren zich nu verenigd en werken ze samen aan het beheer. En dat eigen initiatief heeft zo zijn voordelen. En wat je merkt is dat omdat ze ook zelf bijdragen aan de ontwikkeling ervan, ze ook meer eigenaarschap voelen en zeggenschap. En dat betekent dat ze dus ook bijvoorbeeld kunnen bepalen hoe toegankelijk een gebied blijft. Ook voor de eilanden zelf, die er natuurlijk eigenlijk al jarenlang gebruik van maken. En dat zijn wel heel grote voordelen, wanneer niet de overheid, maar burgers het initiatief nemen. Je kan wel ergens aanplanten, maar het moet ook onderhouden worden. En dat moet vooral bij de eigenaren zelf wegkomen. Dat is heel belangrijk in dit gebied zo. Ik denk dat uiteindelijk wanneer mensen ook echt zelf meehelpen om natuur te ontwikkelen en ze er zich eigenaar voelen, ja, dat uiteindelijk het meest effectieve is. En die betrokkenheid van burgers vinden we natuurlijk ook heel belangrijk.